In deze uitzending besteden we aandacht aan het 100-jarig jubileum van de vereniging Oud-Ede. Ook gaan we kijken bij de tentoonstelling Florilegium van 50 pk. Welkom bij Mooi Zo. Tot en met 30 juni is de expositie Florilegium te zien in het kunstencentrum 50 pk aan de Kazernelaan in Ede. Florilegium betekent letterlijk een verzameling bloemen. Drie kunstenaars laten ieder op hun eigen manier bloemen zien, met de techniek van nu en met een persoonlijke betekenis. Het werk van José van Loon draait om het dagelijkse leven en de natuur speelt daar van jongs af aan een belangrijke rol in. Botanisch tekenen en fotograferen deed zij al met veel plezier op jonge leeftijd. Tegenwoordig verwerkt zij tekeningen en foto's digitaal tot borduurpatronen die de basis zijn van haar werken. Marianne Meinhardt probeert binnen het schilderij een nieuwe werkelijkheid te creëren. De natuur dient als het decor van een gebeurtenis. Mensen en dieren nemen hierin hun voorbestemde plaats in. Het werk is realistisch, maar tegelijkertijd een beetje vervreemdend. Als derde generatie uit een familie van kunstenaars is Mariette Hansen van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Door de jaren heen heeft ze zich verdiept in verschillende disciplines. Van pentekening en aquarel tot olieverfschilderijen op basis van oude schildertechnieken. Jongstleden 20 april was een bijzondere dag voor de vereniging Oud-Ede. Uit handen van burgemeester René Verhulst ontving de vereniging vanwege haar 100-jarig bestaan de koninklijke erepenning. Joyce van den Berg en Patty Gongrijp stelden het magazine Een Eeuw Ede en de vereniging Oud-Ede samen. Wij noemen het een magazine, want het is een groot formaat en geen cahier. Gewoon een groot formaat. Magazine, het glanst, het ziet er mooi uit, veel plaatjes. We hadden een lijst met allerlei gegevens over Ede van jaar tot jaar. En we hebben heel veel notulen van de vereniging doorgewerkt voor de geschiedenis van de vereniging. Dat is best een hele grote klus, hè, denk ik. Er was ook een deadline, heb ik begrepen. Jazeker, het moest natuurlijk klaar zijn in dit jubileumjaar. Hè. Dus ja, we hadden eerst 1 januari 2024. Nou, dat lukte niet helemaal. Maar we waren toch nu ruimschoots op tijd klaar. Hoe moeilijk is het om dan de items uit te zoeken die je erin wilt hebben? Ja, dat is heel moeilijk. In het begin valt het mee. De eerste jaren dan is er ook wat minder informatie. Maar naarmate je vordert in de tijd, zijn er zoveel dingen waar wel informatie over is. En die leuke verhalen opleveren. Nou ja, dan moet je dus heel veel kiezen en schrappen, bedoel ik eigenlijk. En dat is heel moeilijk. Schrappen is moeilijk. Jullie mochten ook weinig verhalen erbij vertellen, heb ik begrepen. Nou ja, je begint natuurlijk met je verhaal te vertellen. En dan kom je tot de ontdekking dat het veel te lang is. En dan moet je het gaan inkorten. En dat is eigenlijk het meeste werk geweest. Om iedere keer een verhaal toch de kern te bewaren. En terug te brengen tot het aantal woorden wat past. Joyce heeft het meeste geschreven. En ik heb de meeste plaatjes, zeg maar foto's en afbeeldingen uitgezocht. Maar daarna voegden we het wel samen. En deden we het samen de keuzes maakten we samen. 100 jaar vereniging Oud-Ede, zo lang zijn jullie natuurlijk geen lid. Nee, dat ben ik zeker niet. Maar ik ben nou achter een heleboel dingen gekomen dat ik leuk vind om te weten. Zoals? Allerlei onderwerpen van wat er in Ede gebeurd is. Dingen uit de oorlog en ook dingen daarvoor. Kunstwerken, van wie ze zijn, wat het betekent. Zo kom je achter allerlei dingetjes. Dat je denkt van, hé, dat wist ik niet en dat weet ik nu wel. Maakt dat de band met de gemeente Ede groter? Ja, dat denk ik wel. We hebben echt heel veel geleerd en begrijpen dingen ook beter. Dingen waarvan je wel eens gehoord hebt en waarvan de helft dus niet bleek te kloppen toen we het eens even goed uit gingen zoeken. Dus het was gewoon heel leuk eigenlijk. Hoor. We kwamen achter heel veel fabeltjes die we konden ontkrachten. Hoe komen wij aan het magazine? U kunt het magazine, ten eerste de leden die krijgen het gratis. En die kunnen het ook toegezonden krijgen. En verder kan het boek gekocht worden voor €12,50. Ik geloof in Cultura en ook in boekwinkels. Ja, dat moeten we nog even regelen. En het is goed geregeld, want het magazine is ook te koop bij de plaatselijke boekhandel. Wilt u lid worden? Kijk op www.oudede.nl.
Op 7 juli is er weer de traditionele culturele picknick Dante in het park. Sinds jaar en dag wordt dit festival georganiseerd bij Huis Kernhem. Men kan genieten van een afwisselend muzikaal en cultureel programma. Start 2:30 tot 5:30. Toegang gratis. Onstuimige streken van de Veluwe, dat is de titel van de expositie in Museum Lunteren. Te zien is het indrukwekkende oeuvre van de Amsterdamse kunstschilder Martin Monnikendam. Het werk is te zien tot en met 12 oktober. Het centrum van Ede is op 28 en 29 juni weer het festival Zomerbries. Voor het eerst strekt het festival zich uit over 2 dagen, gevuld met verrassende acts en spektakel voor jong en oud. Tot zover deze uitzending. Reacties zijn welkom op mooizo@xon.nu. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 1 juli. Voor nu dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Thank you.